Mozes woont in het paleis van de farao. Hij heeft mooie kleren aan. Hij ziet eruit als een echte Egyptenaar. Maar dat is hij niet. Mozes hoort bij de Israëlieten. Bij zijn vader en moeder. En bij Mirjam, zijn zus. En Aaron, zijn broer. Op een dag gaat Mozes naar de Israëlieten toe. Die moeten nog steeds heel hard werken voor de farao. Nog meer klei uit de rivier halen. En nog meer stenen bakken. De zon schijnt. Het is heel heet. De mannen zweten. Ze zien er mager uit. Mozes loopt tussen hen door. Dit kan toch niet? Denkt hij. Waarom moeten ze zo hard werken? Dit wil God niet. Onze God wil dat mensen vrij zijn. Nu is het donker. Maar God wil dat deze in het licht leven. Mozes vindt het heel erg wat er gebeurt. En dan ziet hij iets. Iets heel naars. Een Egyptenaar slaat een Israëliet met een touw. Mozes wordt boos. Hij rent naar de Egyptenaar toe en schreeuwt. Hou ermee op! Nu meteen! Waarom doe je dat? Dat moet! Dat moet van de farao. Ze moeten harder werken. Hij wilde alleen maar even uitrusten, zegt Mozes. Dat mag toch wel? Nee, bemoei je er niet mee, zegt de Egyptenaar. En weer slaat hij met zijn touw. Mozes kan er niet naar kijken. Hij wordt zo verschrikkelijk kwaad. Hij pakt de Egyptenaar vast. En slaat hem. De Egyptenaar valt op de grond. En blijft stil liggen. Doodstil. Mozes schrikt. Wat moet hij nu? Het is heel erg. Hij kijkt om zich heen. Gelukkig. Niemand heeft het gezien. Dan gaat Mozes terug. Terug naar het paleis.